Ook nog Gent, dus toch nog wel een moeilijk programma. Ja, de opstellingen, Frankie, van Zultuarium en van Anderlecht. Kools, Kent, Rafailov natuurlijk. Ja, dat zijn de momenten dat De Neven moet opletten natuurlijk als Rafailov gevolgd wordt door Kools. Verscharen, de aanname en tegen de paal geknald. Jari Verscharen. Ja, ik zei daarnet, Achimeru zit goed in de match, maar wat dan gezegd van... Voor een langere paas, geen buitenspel. Aan de binnenkant bij De Bok, die zijn interceptie mist. Controle uithalen. Een goede bal Cullen. Op maat voor Verscharen. Oh, schitterende controle. Prachtig gedaan. Bal onmiddellijk. Matondo bijvoorbeeld. Nee. Dat zijn er niet zoveel. De tweede corner. En Bossut moet hem lossen. En dan probeert Kouame het subdeal. En dat lukt. Lift hem over de doelman van Zultuarium. Die een klein beetje boter op de helm heeft. Sami Bossut. En 0-1 voor Anderlecht. Ja, in de lijn der... Alhoewel, dat ze daar er niet zo heel veel niet omhalen, denk zullen ik. Omgeven. Maar vooral voor Zultuarium en Bossut natuurlijk. Want ja, je kunt dit niet anders dan als een blunder noemen van de doelman. Ongehinderd. De bok staat daar wel, maar hindert de doelman absoluut niet. En dan in één tijd Kouame neemt het geschenk aan. De bal gaat zowel over Verscharen als over de bok. Zo het ritme wat weg. Ja, ritme eruit, maar hier wel een goede stiel, denk ik, van Achimeru. Govea ging dan zelf in de fout. Achimeru, Majid Achimeru. En Rafailov niet trappen met rechts. En dan toch met rechts en buitenkant doet hij het. Het is een fantastische afwerking. En Anderlecht slaat toe op het moment dat ze eigenlijk een beetje in slaap waren. Ja, ze profiteren van de fouten toch ook bij Zultuarium. Gewoon als je tegen een goede ploeg speelt. En Anderlecht is dat hier, Achimeru. Druk zetten. Bal heroveren en dan is dit een bewuste beweging van Rafael. Dan is die wel heel erg knap. Even kijken. Ja, mooi. De Rijk helemaal het bos ingestuurd. En het begint toch bij Govea. Dat balverlies en een overtreding. En bij Achimeru, die we nog net aan het bewieroken waren. Goh, dit is echt wel knap van Rafael. De manier waarop hij dit hier afmaakt. De Rijk voorbij gaat met een mooie lichaamsbeheersing. En dan nog eens buitenkant rechts. Dion De Neven verkiest toch het aan Kools over te laten. Goeie bal. Van Kronbrugge moet met twee vuisten ingrijpen. En dan Doumbia, die wil plaatsen. Het schot wijkt af. En een achteruitlopende van Kronbrugge. Doumbia. Rafailov verliest dat duel. En dan Dompe. Ja, van Kronbrugge zag die bal wel goed komen, maar een venijnige bots. En dan... Mouzou kan die bal niet binnenhouden. Pas was ook niet ideaal van Achimeru. De bok met een snelle ingooi voor Dompe. Dompe is Cullen kwijt. Dompe de voorzet naar de tweede paal. Gano! Ja, ja. En die bal gaat binnen. Onhoudbaar voor Hendrik van Kronbrugge. De aansluitingstreffer is een feit. 1-2 voor... Happen van de Cullen hier. Daardoor Dompe er makkelijk langs. Hem dan met zijn linker. Niet met zijn recht. Ze vinden niet de ruimte, Zultuarium. Christopher Olsen met de overname. Na het goede werk van Amuzu. Dan Sergio Gomez. De turbo even aanzetten. De voorzet is hard. Bossut zit er eventjes tussen. Raman in de korte hoek tegen de paal. Tweede keer dat Anderlecht doelhout treft vanavond aan de Gaverbeek. Dat nog eens zien. De voorzet van Gomez. Raken van... De ingooi is voor Anderlecht en dan denk ik dat het over en out is. Ja. Voilà, de wedstrijd zit erop. De gebalde vuisten bij Vincent Kompany. Anderlecht wint.